Wat moet ik verwachten? Ja, heel groot feest natuurlijk. Waar we heel lang hebben moeten wachten. En ja, je ziet dat kinderen alles, heel het gezin gaat mee. Het is gewoon één groot feest wordt het. Dit is de eerste prijs die je echt meemaakt. Want de UEFA Cup was te jong. Beker 2008 was ik ook jong. En dan nu is zo'n prijs. Eindelijk. Zoen is goed gemaakt, dus dat maakt nou niet meer uit. Ja, 8 jaar, maar toen was ik nog een kleine jongen, maar nu ben ik wat groter. En ja, ik ben heel gelukkig. Het was het stadion. Ja, het was totale escalatie. Het gebeurt niet zo heel vaak dat we hier staan. Nee, ik denk dat jij hier nog nooit staan hebt, of wel? Nee. In 2008 woon ik in het buitenland, dus het is echt mijn eerste keer. Het is echt fantastisch. Gisteravond in het stadion? Ja. Traantje gelaten, groot stoere vent. Zeker. Ja? Ik heb tot aan mijn knieën in het Hofplein fontein gestaan met die apen. Dus we zijn al vanaf gisteravond bezig eigenlijk. Ik was gisteren jarig, dus het was om mijn verjaardag. Dus ik ging lekker thuis kijken bij mijn gezin gewoon. En s'avonds naar de Coolsingel, naar de fontein. En ja, dat eigenlijk. En dan heb je je verjaardag gevierd midden in de fontein in je boxshort. Nee, dat nog net niet. Bij een landskampioen wel. Hoe zag de avond eruit? Geweldig. Gisteravond stond ik ook in de fontein. Het was hetzelfde weer dus. Belangrijke wedstrijd, jij gaat zwemmen. Ja, nou ja, je moet wat hè. Lang gewacht. Niet de eerste keer dit? Nee, 93. En nog een aantal keren, die zeldzame keren ben ik erbij geweest. Het feestje begint een beetje het water te vallen, hè? Ja, daar doe je niks aan. Wat verdikkie, hè? Eindelijk een prijs hier, eindelijk een huldiging. Ja, en klote weer. En dan regent het, zonde. Het gebeurt, weet je. Ik bedoel, je maakt toch even de tijd vrij, je gaat er toch even heen. Dus is het altijd goed, weet je. Ik zou zeggen, geniet ervan vandaag. Ja, zeker. Komt goed. Het is jammer dat het op maandag is en iedereen vrij moet nemen die vrij moet nemen, ben ik er één van. Maar heb je ervoor over, man. Het is geweldig. Maar zij denken nu dat elk jaar raak is op die leeftijd. Nee, ja goed, dat zullen ze zelf ervaren natuurlijk hè, met de leeftijd en in de toekomst. Maar goed. En dan op naar de volgende prijs als ik Kuyt moet geloven. Volgend jaar staan we hier weer, man. Je hoort wat Kuyt zegt, we gaan er nu aan werken meer prijzen te winnen.